Even kutnieuws. We gingen net inchecken bij Emirates, bij de balie. En we hadden gedacht dat we een hotel zouden krijgen in Dubai. In Nederland was ons verteld van ja, jullie krijgen een hotel. Omdat jullie langer dan 8 uur moeten wachten. We moeten maar liefst 11 uren wachten. Dus wij vonden het wel normaal dat we een hotel krijgen. Nu is bij ons aan de balie verteld van nee, jullie krijgen helemaal geen hotel. Jullie gaan maar lekker op een stoel zitten wachten. Nou, we dachten het niet. Dus we hebben Emirates even op Facebook gecontact. Van ja, wat gaan we nou voor oplossing zoeken? Want ik ga niet 11 uur wachten. Ik heb al tegen Michael gezegd van oké, ik wil best 11 uur wachten. Maar dan wil ik in de business class zitten. Dat is echt de meest luxe stoel. Champagne, dat soort dingen. Dan wil ik best 11 uur op een houten krukje gaan zitten. Maar ja, we zijn nu dus een beetje aan het regelen van wat we kunnen gaan regelen met Emirates. En hopen dat wat leuks uitkomt. Wij zitten hier nog even een tijdje, dus voor nu. Facebook, contact, Emirates. En afwachten. En zit maar één ding op, ouwe. Een paar wachtshots. Wachtshots! Klaar voor de wachtshots? Komen ze. Dat is hem, we vliegen weer met onze grote vriend. De A380. De A380, grootste passagiersvliegtuig in de wereld, Antonov. Nog eentje groter, maar dit, hè. Wacht, bouw de spanning op. Hoor de muziek, jongen. Oké, hij komt weer. 3, 2, 1. Nee, dus het is nu voor ons even afwachten wat het gaat worden. Want we hebben nog steeds niet een bericht gehad van Emirates. Ja, we moesten allemaal vluchtgegevens doorsturen. Bla bla bla. 6-cijferige codes. Maar ze zijn een beetje sloom. Volgens mij houden ze een winterslaap daar in Dubai. Maar ik zal zo mijn wifi even openen. Kijken of er een oplossing is. Want ik ga niet 11 uur op een stoeltje zitten. En je weet toch, altijd klappen, hè? Als de buschauffeur bij zijn hand is, moet je ook klappen. We zijn gewoon Dubai, gekke ding. Peace. Als je deze vlucht een cijfer zou moeten geven, wat zou dat dan zijn en waarom? Ik zou het zeggen op een 9.2. De gastvrijheid was redelijk oké. De stewardessen waren redelijk top. Goede service, snelle service, goede kwaliteit vooral. En daarnaast zou ik zeggen, prima vlucht. Ik moet zeggen, ze liepen één keer langs met sandwiches en ik zat echt te zwaaien van hé, ik wil ook graag een sandwich, maar ik kreeg hem dus niet. Dat was minder. Daardoor is mijn uiteindelijke cijfer een punt gezakt. Ik kom uit op een 8,7. De turbulentie was even aanwezig. 0,3 punten eraf. Het was eigenlijk zijn 9. Nu is het 8,7. Jij, wat algemene cijfer? 8,5. Ik had die sandwich iets eerder willen hebben. Ja. Het duurde nogal lang. Ik had honger, ik had dorst. Ik moest veel zwaaien. Veel zwaaien zo. Maar op een gegeven moment kreeg ik het wel, maar daarom ja. Een 8,2. Zijn 8,5. Landing was top. We staan nu klaar. Om uit het vliegtuig te gaan om weer lekker even goedenavond Dubai te schreeuwen. En dan is het tijd om een hotelletje te zoeken. Over te stappen. Oh nee. Na 11 uur pas. Later. Traditiegetrouw. We zijn in Dubai. Goedenavond. You're not allowed to record. Huh? No, I'm not allowed to record. Oké. Okay. Fuck you. Because I will record. Of word ik weer opgepakt in Dubai? Oké. Okay. Nu wordt het de eerste Emirates Bali zoeken en dan... Hey Pik, staat er Ahmed op me voor haar hoofd? Hier is je koffer. Oké, stand van zaken, slecht nieuws. We gingen net even bij de Emirates Bali vragen van ja, hoe zit het nou? Krijg je nou even een hotel, dit, dat? Die krijg je.
als je 24 uur voordat je vertrekt dat aangeeft op internet. Dus ik zeg, meneer, u weet toch dat wij een ticket hebben voor vandaag? Ja, maar hoe moeten wij dat nou weten? Bla bla, gewoon teringgezeik, arrogant teringventje. Gadverdamme, stonzagrijnig nu. Dus nu gaan we kijken of we misschien Dubai in kunnen, daar even chillen. Mijn nacht is sowieso al verpest. Nee, ik ga toch niet 11 uren lang op de grond zitten. Als ik 5, 6 uurtjes moet gaan zitten, vind ik het best. Anders vind ik het echt fucked up. Ja. Hey, ik zie mezelf al liggen over een paar uur. Jezus jongen, dat is een normaal man. Mike, wat vind je er nou van? Starbucks erbij, ik blijf nog even wakker. Dat staat er trouwens. Kranker Emirates. Is met Krumkar. Ja, ze kunnen in ieder geval geen namen schrijven hier. Oké, poging 2. Ik zei tegen Michael, nee, je moet het bij een vrouw vragen. Want die mannen zijn gewoon stronzagrijnig, die luisteren toch niet. We zijn even naar een Chinese vrouw gegaan die voor Emirates werkt. En die zei, ja, je moet even naar de hoofdbalie van Emirates. Misschien dat zij er wat voor je kunnen regelen, een hotel kunnen boeken. Dus, we zijn naar beneden gestuurd. We gaan naar de hoofdbalie van Emirates en hopen dat ze nog een kamer vrij hebben. Want anders wordt het toch echt stoeptegel likken. Waar ik geen zin in heb. Let's go! Jullie kennen trouwens vast en zeker wel die teenslippers die je dan koopt. En dan koop je er een en na één dag gaat dat teenslippertje alweer kapot. Ik ben er zo schrandziek van, jongen. Dan weet je gewoon een blote voeten hier lopen. Lijkt me een zandbak hier. Doe bij de zandbak. Hallo, hallo. Kapot grappig dit hier, hè? Welkom to Dubai. Hey, schat. Fotootje pikken. Wat doe je vanavond, schat? Schat, wat doe je vanavond? Je ziet gewoon je hele hand er doorheen. Zo. Het is dus nu een beetje de vraag van wat gaan we doen? Gaan we dus gewoon echt slapen? Gaan we dus op de grond liggen of gaan we Dubai in? Eigenlijk voor jullie, voor de kijkers, is het wel vet om Dubai in te gaan. Maar we moeten even kijken naar de mogelijkheden. Omdat het hier nu 's nachts is. Het is bijna 11:30. Dus ik weet niet echt wat je in Dubai kan doen. Ik ben ook niet echt erop gekleed. Ja, ofwel, maar niet echt netjes. Dus dat is pretty fucked up. We hebben dus besloten om te vragen wat het nou kost om even met de taxi naar Dubai te gaan. Want ja, je bent hier één keer en nooit weer. Er staan hier allemaal taxis. En die breng je dus naar het stadje toe. Oh, stadje, de stad. Het is fucking warm, hè? Ja, het is hier zo warm, hè? Echt, we liepen naar buiten. Het was net een of andere... Bam! Warme windvlag die in je gezicht doet. Zou je denk ik 35 graden zijn nu, hè? 12 uur 's nachts. We gaan eens even kijken wat een taxi kost en kijken of we naar Dubai kunnen. Want dat worden hele vette shots. Ja toch, hey, dit zijn echt verhalen voor op de schommels toe laten. We liepen gewoon wat rond bij die taxis. Opeens komt zo'n mannetje naast toe. Hey, do you want to see the city? Want to see the city? 135 dirhams. Hey, het is gewoon zo'n snolle taxi, hè? Zo'n illegale taxi die daar gewoon staat. This is it, a friend from Dubai. En hij gaat ons nu gewoon de stad laten zien. Dus al die mooie gebouwen, het hoogste gebouw van de wereld. Dat hotel, de Palms. En dan straks brengt hij ons gewoon weer terug. Dus beter dan dit kan je het niet krijgen. Hier gaan er mooie shots komen, mensen. Veel plezier. City nu, daar is het grootste gebouw van de wereld, bijna kilometer hoog. En jullie als kijkers, hè, jullie zien niet hoe warm het hier is, maar jezus, ik zweet me kapot. Hè. Het is hier 1:45 s'nachts, ik ga kapot. Maar een super mooie ervaring, we waren net in een super groot winkelcentrum. Moet je daar maar eens kijken, je kijkt je ogen uit hier. Ja mensen, we zijn hè, het 7 sterren hotel. Het meest luxe hotel in de wereld. What was the name of the hotel?
Boer Al Jarab. We gaan even naar het strand toe. We gaan even naar het strand toe. Even kijken hoe het water hier is. Op Mauritius was het gewoon veel te koud. Maar hier, moet je eens kijken, de lens beslaat gewoon. Zo warm is het hier. Kijk dan, het strand. Moet je eens kijken, het is 3:15. Helemaal vol met mensen hier. En daar. Mensen zwemmen hier gewoon. Ik ook wel. Ja, ja, mensen. Je ziet nog wat als je in Dubai bent. Nou, we zijn weer terug. We hebben een hele tijd in die taxi gezeten. Hij heeft ons overal rondgereden. Maar ik ben in tijden niet zo boos geweest. Wat een vieze, vuile tering. Godverdomme oplichten, jongen. Vuile klootzak dat het is. Voordat we hier naartoe gingen, hadden we afgesproken van 135 dirham. En dan laat je ons het hotel zien, het hoogste gebouw. Gewoon alle toeristische plekken. Ja, 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 135 dirham, hè. Vieze, vuile flikker. Zegt hij nu op het einde 135 dirham per uur. Teringlaaier. Hij heeft ons gewoon tot 4:30 rondlopen rijden. En wij dachten, oh, dit zal wel bij de prijs in zitten begrepen. Want hij ging allemaal langs plekken waar we helemaal niet naartoe wilden. Ja, jongen, vieze, vuile oplichten, jongen. Hebben we ook maar het geld gepind. Is van €144 voor een beetje in een taxi rondrijden. Echt, jongen, ik heb het geld gepind en is handgedrukt van flikken maar op, vent. We wilden eerst eigenlijk nog weg gaan rennen. Maar we dachten, we zijn in een vreemd land, dus je weet niet wat je kan doen. Maar wauw. Dit is wel echt een hele slechte afsluiter van hier in Dubai. En ik ben ook helemaal klaar met deze stad. Ik denk ook dat ik niet weer hier kom. Het is wel leuk als je het ziet via Google, maar wat een tering mensen, jongen. Echt, wat een sneaky motherfuckers. Echt, ik ben helemaal klaar mee. Geen hotel, op de grond liggen, overstap van 11 uur. Ik ben helemaal klaar, ik wil echt graag naar huis. Fucked up voor deze vlog. Oh, ik zit nu echt op mijn grens, jongen. Godverdomme. Het is nu 6 uur, over 2 uren vliegen we pas, maar jezus, ik kan echt niet meer. Als ik deze vlog later terugkijk, dan lach ik erom, maar nu, oh man. Ik wil gewoon naar huis. Echt joh, hoe vaak kan je genaaid worden op één avond, man. Taxi. Geen hotel gefixt, terwijl we daar wel recht op hadden. Laat je maar lekker liggen op de grond, man. Ja, ja, het lange wachten wordt beloond. 5 minuutjes nog, denk ik, dan kunnen we eindelijk het vliegtuig in naar huis. Naar huis, man. Fuck Dubai. Helemaal klaar mee. Jij dan, pik. Eindelijk in het vliegtuig, onderweg naar huis. Hey, pik. We zijn er klaar voor, hè? Komt lekker. Iemand mag sowieso een wens doen. Als diegene tussen ons in komt zitten. Ik ga jullie niet te veel shots geven van in het vliegtuig, dus ik. Wat zal ik doen? Zal ik gewoon even die erop doen en dan zijn we er? Ja. Oké, okay, als ik mijn hand op de lens doe, ik doe mijn hand weer van de lens af, dan zijn we in Amsterdam. 3, 2, 1. En we zijn weer in Nederland. Heerlijk, veilig geland. Het was een heerlijke reis met de A380. Nu lekker op vaste bodem. Opgehaald door mijn moeder. Hoi. Ja, hoi, hallo. Ja, mama. Winter, mami. Dus, mama. 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 Mama, mama, mami, mama, mama! En nu is het weer tijd om lekker onderweg terug te gaan naar Friesland, Leeuwarden. En daarna heerlijk in mijn bed duiken. Dat heb ik wel verdiend na al die onzin en het ongeluk dat we vannacht hebben meegemaakt. Ik neem jullie nog even mee en dan sluit ik straks de vlog af. En dan hoop ik dat jullie het leuk vonden. Nu is het naar huis. Onderweg naar huis, hè? De ongeluksdag die blijft maar ongeluk brengen. Ik sta op de Amsterdijk helemaal stil. File.
kan er ook nog wel bij. Maar ja, we zijn bijna thuis, 50 kilometer nog en dan eindelijk in mijn eigen bedje. Woe!